Ja, Michel, we staan bij de Karts van de Kleinzoon in een snikhete Kerpen. Ja, jullie zijn dit weekend ook al Goodwood geweest. Dat is een druk raceweekend waarin je zelf dan niet rijdt. Ja, ik heb in Goodwood ook gereden. Ik had een invitatie. Zij willen zoveel mogelijk ex-Formule 1 rijders en mensen met naam. Dus ik ging met Robert Westerman, die heeft mij gevraagd om te rijden. Die wilde aanvankelijk met zijn broer rijden. Maar dat vonden ze niet goed, want dat vonden ze te weinig standing hebben. En ik moet ook zeggen, we hadden een race met een stuk of 30 auto's en allemaal goede namen erin. Jammer was dat zowel Jeroen als ik daar nog nooit gereden hadden. Ik in een nieuwe auto en mijn 15 minuten training, dat is tevens je kwalificatie. Dus ja, het was vreselijk zwaar om dat te doen. Bloedheet, maar fantastisch mooi. Dus ik heb genoten. En zo'n heel evenement, je kan het je niet voorstellen. Ik vind altijd een raceweekend vaak een beetje langdradig. Maar hier kijk je oog uit wat daar allemaal was. En een paar miljard aan auto's reed daar gewoon rond. Ja, en toch heb je nog een late vlucht gemaakt om toch bij de races van de kleinzoons te zijn. Nou, en dochter. Ja, nou het grote probleem, we konden geen vlucht meer krijgen. Dus we zijn gereden, de treintunnel genomen. En we kwamen vannacht om 2 uur om bij deze kornuiten natuurlijk allemaal weer acte présence te geven. Dus vanochtend om 8 uur stond ik alweer hier. Maar genoten ook nu weer. En ook hier is het warm, dus wel apart zo'n Nederlands kampioenschap met die hitte. Ik zie ook wel dat die startvelden een beetje kleiner worden, lijkt mij. Maar dat is ook wel een beetje zorgelijk natuurlijk. Maar het blijft nog altijd genieten, dat karten. Ja, dit weekend geen Formule 1 races, de laatste 2 weekenden wel. En ja, weer een overwinning van Max Verstappen. Begint het een beetje saai te worden misschien, als hij iedere week wint? Ja, dat wordt natuurlijk veel gezegd. Kijk, vergeet even niet hoe mooi dit is. Hè? Dat, als dat vroeger Senna had, of wie dan ook, ja, dan was iedereen helemaal van wat een mooie gebeurtenis. En hoe kan dit allemaal? Nou, nu hebben we gewoon een Nederlander die dit heeft. Dus ja, mooier kun je niet bedenken. Het is heel bijzonder dat Max dat doet. En ja, hij is ook gewoon, denk ik, de allerbeste. Want ja, kijk naar zijn teamgenootje. Die is nergens uiteindelijk. Hè. Natuurlijk wordt hij wel eens een keertje tweede. Maar ja, die is gewoon... Als Max niet in die auto zou zitten, in die Red Bull... dan zouden we helemaal niet zeggen dat dat de snelste auto was. Dat wordt de hele dag maar geroepen. Maar zet Max in een Ferrari... Ik denk dat hij dan ook sneller aan de rest is. Max is heel goed. En de rest is net een stukje minder allemaal. Dus ja, het zal voorlopig denk ik zo blijven. Ja, Red Bull heeft dit jaar nog alle races gewonnen. Denk je dat ze dat vol kunnen houden? Dat ze het record uit 88 van McLaren kunnen verbeteren? Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar het lijkt er sterk op dat dat gaat gebeuren. Want ja, ze hebben zoveel over... overcapaciteit eigenlijk op alle vlakken. Ze zijn er met de pitstop de beste. Het is gewoon een goed georganiseerd team. En ja, het motortje loopt goed. Maar nogmaals, ik denk niet eens dat ze de snelste zijn. Maar door een hele management wat ze daar etaleren... is dat toch wel het ding wat ze het eind van het jaar wil halen... met nog een paar overwinningjes. Ja, en komend weekend Singapore... Wat kun je specifiek daarover vertellen? Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, dat is een vreselijke zware baan. Dat is niet zomaar even iets. Het is geen Monza. Monza is eigenlijk een van de makkelijkere banen. Vol gas, paar snelle bochten. Één langzame chicane, een snelle chicane. Dus dat is allemaal niet te vergelijken met wat we nu krijgen van de week. Dus ja, dat zou wel eens een keer onderscheid kunnen maken. Maar ja, Max heeft ook zo'n conditie, dus die kan het ook makkelijk aan. Dus ik maak me ook daar niet echt direct zorgen. En ik denk dat McLaren redelijk in de buurt komt.